Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur benadrukte tijdens de opening van de Onderwijs- en Beroepenbeurs het belang van goede voorlichting aan jongeren over hun toekomstige carrièrekeuzes. Leerlingen en studenten hebben moeite met informatie vergaren over de arbeidsmarkt, merkte hij op. Met de recente veranderingen in de arbeidsmarkt is het volgens Ory cruciaal dat jongeren tijdig en goed geïnformeerd worden over de beschikbare beroepen. Ze moeten zo goed geïnformeerd zijn, zodat ze geen verkeerde pakkettenkeuze maken. Soms drop je een vak terwijl je jezelf misschien uitsluit voor bepaalde beroepen. De beurs die plaatsvond van 8 tot en met 10 augustus 2024 in het Live Entertainment Center had als doel jongeren en ouders wegwijs te maken in de diverse studiemogelijkheden en hen te inspireren voor het beroepsonderwijs, met een specifieke focus op technische en technologische beroepen. Ory benadrukte dat sectoren zoals dienstverlening, de agrarische sector, mijnbouw en de opkomende olie- en gasindustrie in de toekomst veel gespecialiseerde krachten zullen vereisen. Dus hoe eerder die informatie komt, openbaar en transparant, hoe beter het is voor de kinderen en de ouders, voegde hij eraan toe. De beurs bood bezoekers de kans om deel te nemen aan workshops, presentaties en informatiestands van onderwijsinstellingen en bedrijven die allen hun expertise deelden om jongeren te helpen weloverwogen keuzes te maken. Het evenement werd gezien als een belangrijke stap in het verstrekken van toegankelijke en transparante informatie, zodat jongeren en ouders een helder beeld krijgen van de verschillende studierichtingen en de bijbehorende vereisten.